Woensdagavond is de eerste Wednesday Night Skate van dit jaar van start gegaan. Het skatefestijn heeft een aangepast parcours en gaat iets doen voor het goede doel. Er wordt namelijk geld ingezameld voor de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam. De eerste editie trok ongeveer 5000 enthousiaste skaters en als het weer het toelaat, volgen er nog vier. De verdachte in de zaak Melanie komt op vrije voeten. De 32-jarige man uit de Noordoostpolder zat vast op verdenking van mishandeling van het zwakbegaafde meisje uit Hardingsveld-Giessendam. Volgens de OM kon de man niet weten dat het 17-jarige meisje zwakbegaafd was. De man wordt nog wel vervolgd voor onttrekking aan het ouderlijk gezag. Zelf ontkende hij altijd iets met het meisje gedaan te hebben. De werkzaamheden aan de Maastunnel lopen enorm uit. Dit jaar kan maar één buis worden schoongemaakt in plaats van twee. Dat meldt gemeente Werken. De tunnel is viezer dan verwacht. Het werk aan de andere buis wordt uitgesteld tot volgend jaar. De beide buizen van de Maastunnel gaan zoals gepland op 6 augustus weer open. Volgend jaar gaat de tunnel weer een aantal weken dicht. Donderdag wordt een koele en natte dag. Het regent vrijwel onafgebroken, 's middags mogelijk met onweer. Bij een krachtige wind uit het westen tot noordwesten wordt het maar 16 graden.